Josias van Aartsen heeft als burgemeester van Den Haag veel werkbezoeken afgelegd. Een van de eerste was aan de dierenwinkel De Zwarte Vogel. Het klikte meteen met de eigenaar. Ik heb nog nooit zo'n man zo makkelijk en trok zijn jasje uit zijn colbert uit, mij naar boven, nam een bakje koffie. Ik heb geloof ik een uur met hem om mijn schoorsteen gezeten. Hiervoor hadden we een burgemeester, die liep hier zo voorbij. Ja, dat vind ik verpriest. Van Aartsen staat midden tussen het volk. Dat bevestigt ook Ben Lachap van Resto van Harte. De burgervader heeft de ontmoetingsplek voor verschillende culturen altijd ondersteund. En daar kan nog wel een schepje bovenop. Het zou heel mooi zijn als hij ook nog meer zichtbaar is en nog meer betrokken is bij de organisaties. Waardoor we dus de burgers nog meer bij elkaar brengen. Tegelijkertijd is Den Haag ook de stad van recht en vrede. Van Aartsen heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. Het is een man die de allure van onze stad heel goed weet over te brengen. Die uitstekende ingangen bij de Verenigde Naties had. Wat betreft die allure, toch een verbeterpunt. Ik vind dat Den Haag die allure meer moet willen uitstralen. Een verbetering van het cultuuraanbod, die hele discussie over het spaarvorm, moeten we ook durven zien in het licht van wat een stad als Den Haag op dat punt nou eigenlijk wil voorstellen.